Prova a folha, então. Ah! Ei, você vai queimar luz na sua paera. Só sai no vídeo. Wade Gamel. De president van de partij. Dus, we zijn nu hier, we komen net van de DNA. Het hoeft geen betoog waarvoor we eigenlijk hier zijn. In de media staat er een bol van dat er nu grondproblemen zijn. En we hebben het initiatief genomen om een petitie aan te bieden. Ik zal de petitie voorlezen. Het is bedoeld voor de president. Petitie bescherming van grondrechten in Republiek Suriname. Aan de president van de Republiek Suriname. Zijne excellentie, wij de ondergetekenden willen uw aandacht vestigen op een urgent kwestie die veel van onze burgers in ons gebied Suriname treft en zorgen baart. De kwestie betreft de landrechten. Gronden die mensen hebben geërfd van hun voorouders worden vaak met medewerking van functionarissen van het ministerie van GBB ten onrechte aan anderen toegewezen. Dit ondanks het feit dat de rechtmatige eigenaren de juiste procedure voor verlenging en een verdeling hebben gevolgd. Als gevolg hiervan ervaren vele burgers het verlies van hun grond en de zekerheid die het biedt. Dit dwingt hen ook om hoge juridische kosten te maken om dit aan te vechten. Men moet dan een advocaat in de arm nemen. U heeft vaak benadrukt dat politiek leiderschap draait om dienstbaarheid, eerlijkheid en integriteit. Hierin heeft u het voortouw genomen. Wij waarderen uw inzet en hopen dat u vasthoudend blijft in deze principes. Wij erkennen uw poging tot verbetering van het grondproblematiek door de instelling van de presidentiële werkgroep Meldpunt Grondproblemen op 13 december 2022. Maar de omvang en complexiteit van dit probleem, dat erg veel tijd en onderzoek vergt, zorgt dat veel burgers onrustig worden en de hoop verliezen. Het doel van deze petitie is u te steunen in uw strijd tegen de ontoelaatbare praktijken binnen het ministerie van GBB.
Wij vragen u strenge maatregelen te treffen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor deze wanpraktijken. In afwachting van uw reactie en actie blijven wij toegewijd aan de principes van de rechtvaardigheid en democratie die ons land kenmerken. Wij zijn overtuigd dat onder uw leiderschap Suriname een land kan zijn waar alle burgers zich veilig en gewaardeerd voelen. Met de meeste hoogachting, Suren Gordayal, alle mede-ondertekenaars van deze petitie. We hebben hier een petitie. Ik ben ook gedupeerde. Ik heb alle stukken hier meegenomen. En ook uittreksels van de stichtingregisters, de stichtingen, die meenden het recht te hebben om hier op mijn front wat toe te eten. Maar ik wil dit aanbieden. Dank u wel. Namens de gezellige ontvangst. De president kan niet aanwezig zijn hier omdat hij wat andere verplichtingen heeft. Ze heeft mij gevraagd om dit in ontvangst te nemen. Maar ik heb kennis genomen van uw petitie. En de president kennende zal er zeker werk van maken om dit in behandeling te nemen. U zal zeker een reactie ontvangen. Of via zijn secretariaat, dan wel via een van zijn werkarmen. En alles wat hier aangehaald is. Ik denk dat onze president kennende dat hij dit verder gaat oppakken. En zeker tot zodanige mate zal treffen dat dit een goed einde zal komen. Dat verzeker ik zeker. We hebben alle vertrouwen in de president. We hebben alle respect dat hij niet kan komen. Omdat we weten dat er grote belangen spelen in dit land. En we hebben alle respect dat hij niet is kunnen komen in hoogspersoon. Begrip. Maar directeur, niet alleen van Soerin is een probleem. Nee, het is aangegeven. Nee. Er zijn duizenden mensen die hebben problemen. En die papieren moeten we aan minister Ramtoekel geven. En we hebben zoveel al gehad op een app. En het komt niet in de bus. De procedures bespreken. Dit is alleen van Soerin. De werkarmen zullen in contact treden met de petitie-indieners. En dan zullen we een overlegmoment hebben hoe de zaken aangepakt kunnen worden. Ja, dus daarom, ik ben als districtsraadlid hier. Niet als benadelen. Nee. Op de eerste plaats als districtsraad, ja. In de hoedanigheid dus. We komen op voor iedereen, voor alle burgers in dit land. Is duidelijk. Ongeacht etniciteit of waar ze wonen of wat dan ook. Is duidelijk. Oké. Okay. Nogmaals, bedankt. Ja. Abo directeur. Abo directeur. Dank u wel. Meneer Gordayal, we hebben nu twee petities ingediend. We moeten naar buiten. In de zon gaan staan. Oh, heb Oké. Zo. Meneer Gordayal, jullie hebben nu twee petities ingediend. Bent u tevreden met de gang van zaken? Oh, even. Hij moet nog een keer naar de politie. Oké, we moeten ons weer verplaatsen uit veiligheidsredenen. Worden verzocht om aan die kant te gaan. Kunnen we aan die kant gaan? Ja, we gaan naar mijn baba. Meneer Gordayal. Oké. Ready?
blijf naar hem. Oké. Meneer Goodayal, tevreden met de gang van zaken vandaag? 2 petities ingediend? Jawel, ik ben tevreden. Al waren maar 2 mensen gekomen. Ik ben een petitie komen indienen. Dit was geen protestactie of een massademonstratie. Dus ik ben tevreden met alles. Maar dit zijn niet alleen mensen van Wanica, toch? Ik bedoel, het probleem speelt zich niet alleen af in Wanica, toch? Ja, het probleem speelt zich af in Komowene, Wanica, Paramaribo, Saramaka, Nikeri. Maar kijk, we kunnen geen mensen van Nikeri verwachten. Vandaag is een werkdag. Maar ik ben blij dat een aantal mensen zijn gekomen. Ja. Wat gaan jullie nou doen? We kijken uit naar wat ik zei, de acties die de DNA en de president gaat nemen. Hoe lang gaan jullie wachten? Van u is binnen een dag teruggedraaid, toch? Nadat u een vergadering gehouden had. Ik denk dat deze week nog. Ik hoop dat deze week nog voor andere mensen ook oplossingen komen. Ja, kijk, we gaan niemand onder druk zetten. Dat binnen zo'n periode alles moet worden teruggedraaid. Natuurlijk heeft alles onderzoek nodig. En we willen de regering alle ruimte, tijd en ruimte geven om alles te bekijken en de maatregelen te treffen. We gaan niemand onder druk zetten. Nog iets te vertellen? Laat ik weer benadrukken. De minister heeft mij beschuldigd dat ik onwaarheden heb gesproken. En ik heb dat intussen kunnen weerleggen met documenten. Ze heeft iets omgekeerd gezegd. Mijn perceel is vervallen in 2021. En ik heb mijn aanvraag ingediend in 2020. Zij zegt dat mijn perceel is vervallen in 2020 en dat ik mijn aanvraag in 2021 heb ingediend. Kijk, de minister heeft bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Zij is de uiteindelijke verantwoordelijkheid. En als haar functionarissen haar op een verkeerde been zetten, dan moet zij maatregelen treffen tegen functionarissen die niet de waarheid aan haar zeggen. Want nu heeft ze onwaarheden verteld. En zij is de verantwoordelijke. Dus ik wil de minister aanbevelen dat ze weet. Dat ze nagaat of alles wat haar functionarissen haar zeggen, of het waar is of niet. En dat ze goed onderzoekt. Okay. Ondertussen heeft u uw perceel, die beschikkingen die waren gegeven aan die stichtingen, die zijn ondertussen ingetrokken? Ingetrokken. Dus de minister heeft gezegd dat zij conform mijn aanvraag mijn berichtsverklaring zal maken. Dus ik kijk ook uit naar die berichtsverklaring. Ik weet niet op welk termijn dat aan mij zal worden toegewezen. Maar ik kijk uit. Ik heb alle vertrouwen in de minister. Graag jullie alleen vandaag hiermee bezig zijn, want u gaf daar net aan. Sinds 2021 zijn jullie, heeft u dan de bereidsverklaring? Ja, verlenging aangevraagd. Aangevraagd en er is geen werking gemaakt. Maar de andere mensen, hoe staat het met hun? Nou, van andere mensen zijn langer. We hebben stukken gezien, 2001. Dus 10, 15 jaren, mensen hun stukken zijn nog in behandeling. Dus ik hoop dat voortvarend wordt gewerkt aan deze achterstand. Er is veel werk aan de winkel. Ja, er is op het ministerie. Ja. Maar we zien dat de minister met de president afspraken had. Die we hebben gezien in een interview. Hoeveel zekerheid geeft dat u? Kijk, we hebben alle vertrouwen in onze president en deze regering. Dat wanneer ze beloofd hebben, dat zaken worden uitgevoerd. Toch? En deze actie, wij gaan door. Wij gaan naar verschillende resorten gaan. We gaan de mensen bewust maken. Van mensen, let AUB, gaat u kijken of uw perceel nog op uw naam staat. En wanneer het vervalt en voldoet aan uw cultuurplicht en alle eisen waaraan je moet voldoen. Want sommige mensen slapen in hun huis, maar ze weten niet dat het al verdeeld is. Dus ik was ook niet op de hoogte dat mijn perceel in 2020 al was verkaveld.
Dus ik wil aan alle mensen zeggen, gaat u uw beschikkingen na. Kijk wanneer uw perceel vervalt en zet u de stappen om uw verlenging aan te vragen. Dat wil ik aan de mensen doorgeven. Meneer Kumar, zou ik zeggen Asan Ossetie? 1000% Ossetie. Ossetie. Nu zo, jana 20 of 50 of 100 maanden, ja. We kunnen naar 1000 maar ja. Daar regeren we ook zo.